Het Singermuseum in Luieren is 3 dagen achtereen vervuld geweest van de jazzmuziek in tal van verschijningsvormen. In een 2-tal workshops konden ervaren en minder geroutineerde Nederlandse muzici oefenen onder leiding van Rob Matna en Nico Langenhuizen. Aan het jazzfestival in Luieren, waarvan de NOS Radio de voornaamste organisator is, was ook een jazzpodium verbonden voor groepen uit de Benelux. In de finale van dit concours speelde onder andere de Belgische groep Jazz Circle met Tars Lotens aan de piano. In het internationaal gezelschap viel de groep van de Amerikaan Butch Morris op door zijn avant-gardistische sound. Morris, die zelf trompet speelt, had de Nederlander Harry de Wit als pianist aangetrokken. Voor veel vuurwerk tenslotte zorgde de big band van saxofonist Lou Tebekin en de Japanse pianiste Toshiko Akiyoshi, die een enkele maal meer dirigeert dan musiceert. Ook dit internationale jazzfestival van Luieren mag, en door de kwaliteit van zijn muziek en door de grote belangstelling, als bijzonder geslaagd worden beschouwd. Ja.